Maar ik heb nog maar een half uurtje en dan moeten we weg. Lukt dat niet, dan zijn we de Sjaak. Super leuk kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Ik heb vandaag Blondie gereden en Ivy gelogeerd. Nu ben ik hier. Blondie is gewassen, spullen zijn schoongemaakt, spullen zitten in de trailer. In de trailer staan allemaal supplementen. En morgen heb ik waarschijnlijk stress. Morgen heb ik de regio-kampioenschappen. Dat is best heel erg spannend. Dus ik dacht, als ik de trailer even naar voren schuif, de klep ook doe, alles eruit haal, dan zijn we daar ook vanaf. Eigenlijk wel helemaal prima zo. Ik heb alles wel al schoongemaakt, maar waarschijnlijk is het niet goed, dus dan kan ik het nog een keer schoonmaken. Nu ga ik even wachten tot mama er is. Goedemorgen. Ik ben samen met Blondie. Geknot en wel. Met de recordtekstekje op. Legt in de staart. Blondie en ik heb vandaag de regio. Met één probleempje. Mama krijgt de slot er niet af, dus die is nu naar huis gegaan om een soort bus te halen dat ze los kan krijgen, maar ik hoop dat ze op tijd terug is. En zo niet, dan zijn we het aan de late kant. Dat maakt ook niet uit, want ik heb best wel ruim genomen. En ik hoop ook dat we het slot open krijgen. Lukt dat niet, dan zijn we de Sjaak. Maar ik heb nog maar een half uurtje en dan moeten we weg. Dus ik ga dan maar Blondie, gewoon met Blondie zijn en even spullen opruimen en zo. Blondie staat erin. We hadden best wel, mama had heel veel gedoe met slot. Dan stress. Stress. That's not so best. Maar het is uiteindelijk goed gekomen en we zijn over 6 minuten in Prinsjesstad. En dan gaan we aanmelden. Dan lekker zadelen, losrijden en dan wedstrijd rijden. Wij zijn inmiddels aangekomen. De fotograaf die komt zo als goed ook. KNS zelf is er nog niet. Dus mama is aan het wachten totdat ze kan opschrijven. Ja, nu is het lekker wachten. Want ik weet niet hoe laat ik moet opzalen trouwens. Ze hebben al zo'n een half uur of zo. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold. Succes, wifi. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. AXC, binnenkomen arbeidsdraf. C, rechterhand. AXC, binnenkomen arbeidsdraf. C, rechterhand. MXK van hand veranderen, enkele passen, draf verruimen. MXK, hand veranderen, draf verruimen. A, afwenden, wijken. A, afwenden, wijken. Afwenden, E afwenden, X volte 10-12 meter links, X volte 10-12 meter rechts, B je rechterhand. B rechterhand, A afwenden en wijken. B, rechterhand. A, afwenden en wijken. Tussen C en M, overgang arbeidsstap.
CM, arbeidsstap. ME, van hand veranderen en de stap verruimen. CM, stap. ME, hand veranderen en de stap verruimen. EK, overgang arbeidsdraf. AX, halve grote volte links. XC, halve grote volte rechts. Arbeidsklop rechts aansprinnen, springen. EK, draf. AX, halve grote volte links. XC, halve grote volte rechts. Arbeidsklop rechts aanspringen. MF, enkele sprongen verruimen. MF, enkele sprongen verruimen. MF, verruimen. KXM, hand veranderen op de diagonaal arbeidsdraf. KXM, hand veranderen op de diagonaal draf. CXC, grote volte. CXC, grote volte. Tussen X en C, arbeidsgelop links aanspringen. XC, arbeidsgelop links. HK, enkele sprongen verruimen. HK verruimen tussen A en F draf. AF draf. Verruimen. AF draf. BE half grote volte. Paard hals laten strekken. BE half grote volte. Daarbij het paard de hals laten strekken. EKA teugels op maat. EKA teugels op maat. A afwenden, daarna arbeidsstap. A afwenden, daarna arbeidsstap. X en G, halt houden en groeten. Geen wedstrijdstress gehad. Dat is ook voor het eerst. Maar ik ben trots op Blondie en trots op jou. Ja, goed zo. Nu wachten. Ja. Heel lang wachten. Yo. Blondie is net fotomodel geweest. Daar is onze fotograaf, kijk. Hey. Daphne. Te vinden op? Daphne van Stijn Photography. Daphne van Stijn Photography. Engels? Ja. In het Engels. Die is nu met ons vandaag mee. En die is een hele leuke fotoserie aan het maken voor de sponsoren, maar natuurlijk ook van de wedstrijd. En voor haar eigen portfolio. Dus dat. Daar zijn we weer. Wat is er? Maar niet huilen. Je hebt de vierde plek. Stel in. Ja. Goed, Tess is nu een beetje... Ga je nog iets zeggen, Truus? Nee, Truus, doe je nog voor. Is het wel erg allemaal? Je hebt een heel zwaar leven. Wat ga je doen? We gaan te paard de prijsstrijding doen. Oké, okay. Check. Alleen. Strijders in het grasuurlijn
Oké. Okay. Ja, ja, joh. Blondie en ik hebben een bijzondere prijsontreiking gehad. Ik vond het wel grappig. Ik heb ook nieuwe besties gemaakt. Volgens mij Desiree heette ze. En die was blijkbaar al 3 jaar achter elkaar kampioen van Zuid-Holland met L1. Nou, tot Roosmarijn kwam. Dus, nou ja, ach joh. Want het is daar echt een soort ongemakkelijk. Dan sta je daar met z'n allen en iedereen was om mensen heen aan het kijken. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon lekker tegen mensen praten. Nou ja, grappig ook nog. Dus het was wel helemaal top. We gaan nu naar huis toe. Bob is er ook klaar mee. Ik ben er klaar mee. Het is vandaag dinsdag. En we gaan weer naar de aquatrainer, dus daar zijn we heel blij mee. Alleen ben ik natuurlijk een half uur te vroeg, want ik ben een tijd niet geweest. En dan is mijn idee van hoe lang iets duurt altijd weer een beetje in de war. Oma, kijk hier, oma. Kijk eens hier, Alice. Die had besloten dat ze ook mee wilde. Jess gaat altijd mee, die vindt dat gezellig. Maar inmiddels heeft Alice besloten dat zij ook van autorijden houdt. Ik vind dat een beetje gek, want we hebben haar 8 jaar ruim gehad. Ja, ruim 8 jaar. Voordat Jess kwam en dan wilde ze nooit mee. Dan bleef ze veel liever op de bank liggen. En tegenwoordig gaat ze dus mee de auto in. Dus dat is wel een beetje wennen. Maar goed, we zien het wel. Als er 1 hond mee kan, dan lukt 2 ook nog wel. Nou, het duurde even, maar inmiddels staan we op de watertrainer. Kijk daar, met Marleen.